Welkom in Minca. Misschien ben ik een beetje in de ravijn gevallen. Het is hier best wel gevaarlijk, want we lopen onder al deze palmbomen door. Ik zal even een kleine roomtour geven. Echt heel hard genieten dit. Cheers! Welkom in Minca. Hola. Welkom in Minca. We zijn net aangekomen met de vliegtuig en de taxi in Minca, het stadje Minca. Nu zitten we in de 4x4. De chauffeur stapt net in. En die gaat ons brengen naar ons hostel, wat ergens heel diep in de jungle ligt. Dus nou ja, jullie gaan het meemaken. Laatste stukje. Zo, we zijn ingecheckt in ons nieuwe hostel. En die is niet verkeerd, jongens. Kijk eens. Hallo. Uitzicht. Nou oké, het is nu een beetje wolken, maar... Uitzichtje hoor. Welkom in Minca. We hebben net ontbeten. Dat is een lekker ontbijtje. Mitchell zit hier. Dit is met zijn grote verrekijker vogels. Slash chickies aan het spotten. En vandaag gaan we een hike doen naar een waterval. Of watervallen. Eigenlijk dit hostel bevindt zich op privéterrein. En het grootste gedeelte van het terrein is een koffieplantage. En op de privéterrein bevinden zich ook watervallen. En dus eigenlijk alleen als je hier verblijft, dan kun je daar naartoe. En dat gaan we zo doen. En de rest van de vanmiddag gaan we lekker bij dit mooie zwembad liggen. En massage. Oh ja, en vanmiddag gaan we ook nog een massage doen. Met dank aan Marcelle Goppema. Dus dat. Dus even een ontbijtje opeten, klaar maar, een zwembroekje aan en gaan. Billen. Oh.
Waterval. Het is heel koud. Ja, het is wel koud. Heel koud. Zo, Mitch de Dora de Explorer, die heeft even wat frambozen geplukt. Lekker. Ja, heel lekker. We hebben net die super toffe hike gedaan in Minca naar de watervallen. Wel side note, misschien ben ik een beetje in de ravijn gevallen. Echt serieus, ik liep gewoon normaal. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik gleed ineens uit of ik struikelde over iets. Ik heb geen idee. En ik lag serieus met mijn hoofd naar beneden. Eerst het ravijn in. En Maaike die pakte mijn voet. Waardoor ik niet helemaal naar beneden viel. Gelukkig. Anders had ik misschien heel veel pijn gehad. Maar goed, ik heb wel een gat in mijn shirt. En daar zitten vlekken die er niet meer uit gaan. Dus die heb ik moeten weggooien. Maar ga je ooit deze hike doen, wees voorzichtig. Want het is gevaarlijk. Of misschien ben ik een beetje onhandig. Ik weet het niet. Oh, ik vind het toch gemakkelijk. Doe een trucje. Ik heb een heel goed trucje. Nederland, dit is Ruben. Ruben woont in Den Haag. Dat was zijn trucje. Nee. Nou, we hebben lekker hike gedaan vanmorgen. En nu zitten we hier bij Le Piscina. Mitch, vertel eens, hoe was de massage? Nou, we verwachten zeg maar een massage dat je gewoon chill gaat liggen. Dat je lekker gemasseerd wordt, even chill kan chillen, weet je wel. En dan kom je daar, dan is er een Spaans vrouwtje, of een Colombiaans vrouwtje die nog geen woord Engels kan. En dan is het natuurlijk, het is een soort van emotionele massage of zoiets. Ze ging allemaal dingen vragen of zoiets was het dan. Yeah. Maar ja, ze kon geen woord Engels, dus ik had geen wat ze zei. Yeah. Ging met zo'n natte doek zo je poriën openmaken. En dan moest je daarna 7 minuten wachten. En dan was je daarna gemasseerd, maar pijnlijk. Maar gewoon je hele knelpunten werden gewoon ingevuld. Ja. Maar de laatste 20 minuten waren wel lekker. De laatste 20 minuten waren wat chill. Nou, Ruben toch nog een keer. Ruben wil graag nog een trucje doen. Trucje? Ja. 10 voor 8. Yay! Nou, proosten jongens. Cheers! Happy hour, right? Yeah. Yeah. Happy hour! Oh, we zitten in echt een super chill hostel. We hebben uitzicht nu op de mooie bergen en zonsondergang. Daar beneden is het zwembad. We slapen wel in een dorm. Hé, hey, daar is Matt. In Toucan. Maar de dorm is echt prima. Iedereen heeft lekker zijn eigen muggennetje. En het is lekker ruim. Het zijn geen hoogslapers. Ja, het zijn geen hoogslapers. Dat is echt super chill. Dus hier slapen wij. En Mitchie slaapt daar. Dus helemaal chill. Super leuk hostel. Echt gezellig. We gaan nu gezellig met z'n allen eten. Matt, heb je weer een speeltje gevonden? Ja. Goedemorgen. Wij hebben echt een super gezellige avond gehad gisteren. Lekker weer geslapen. In onze dorm. En nu is het 8:00 en is het tijd voor een lekker ochtendduikje. Met die zit al in. Is Mitch ook hier? Nee, waar is Mitch? Matt en Mitch zijn al 10 minuten aan het kijken waar ze de laptop gaan neerzetten om Formule 1 te kijken. Er zijn al stoelen verschoven, er zijn prullenbakken verschoven en nu lopen ze weer weg. Nou. Ik hou jullie op de hoogte. Ja, komen we morgen wel achter. Ja, we gaan het morgen zien. Nou, ze hebben een plekje gevonden hoor, de mannen. In het zwembad. In het zwembad, hier, Maxi. Wat denken jullie, wat wordt de uitslag? Ik denk Maxi. Ik denk dat Max tweede wordt. Het is 11:00. Wat zijn we aan het doen? Bier drinken. Bier drinken. Proost, hè? Cheers. Moet kunnen, toch? Zeker. Nou, we waren vanmorgen lekker bij het zwembad aan het chillen. We hebben lekker geluncht. En nu zitten we hier op de veranda, want het regent super hard. Lekker tropisch stormpje, maar goed. Ik ben het vlog aan het maken. En we worden zo over een uurtje worden we opgehaald. Dan gaan we weer met de jeep naar beneden. En dan gaan we door naar de volgende plek, Tirona. En ik denk dat ik dat in 1 vlog ga stoppen. Want ja, we hebben niet zo heel veel gedaan, dus dat is niet een hele vlog waardig. Dus nou, jullie zien ons straks daar. Hé, hey, we gaan op tijd die kant opleunen, hè? Nou, we zijn wel op de weg terug naar beneden. Hé, hey, zonnetje gaat schijnen. Lekker, man. Hij maakt wel rare geluiden ineens, deze auto. Ja. Zou die rem... Dat is de rem, denk ik. Ja, joh. Ja, ook gewoon het onderstel. Ja. Omdat we met zoveel mensen erin zitten. Ja. Zo! Pas op. Perfect.
tomorrow the bus will take you from this place to main entrance, El Zaino. We zijn net uit Minca vertrokken en zijn we aangekomen vlakbij Tarona Park. We zijn nu net ingecheckt naar het hostel. Gezwommen in het hele gore zwembad, ja. Dit is Stephanie. Oh, we lopen nu trouwens, kijk om omdraaien. 1, 2, 3. Ja, dat probeer ik. Langs de weg, super veilig. Ja. We zijn nu onderweg naar een pizza hutje met wat te eten. En morgenochtend vroeg om 8 uur gaan we met de shuttle naar het begin van het Tarona Park. En dan gaan we daar een nachtje slapen. We kijken nog of we een hangmat of in tenten, maar dat zien we dan wel weer. En dan gaan we lekker wandelen, de hele dag. Wordt dus, heel leuk. Dat ga je zo zien. Pizza! Pizza! Hallo! Ik kan zeker allemaal van de pizza doen. Ik ben voor. Dat is heel normaal. Heel normaal. Goedemorgen! 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 Goedemorgen. Wat gaan we doen vandaag? Yeah! Yeah! Het is nog een beetje vroeg. Hiken door Tarona National Park. Ja, we gaan allemaal in het park slapen. Deze twee luxe paarden, die gaan showponies, die gaan in een luxe hotel. Verschil moet er zijn. En wij gaan in een tent of in de hangmat. Oh, dan moeten we even beslissen wat we gaan doen. Nou, doen we dan. Ja. En we gaan nu met de shuttletje dan naar de ingang van het park. En dan moet je even toegang betalen en ons bed reserveren. En dan gaan we wandelen. Dit is weer, hoeveel mensen passen er in een auto? 10 man in een auto. 10 man in een auto. 2 meer als gisteren zelfs? Ja. Nee, dat niet. Een koortje. Wij gaan ons eerst dood nu. Stef is bang om dood. Oh nee, er komt mij een hele grote vrachtwagen aan. Dus dat... We zaten dus te wachten op een shuttlebusje. Het werd gewoon een jeepje. Maar prima. Nou, we hebben een verzekering gekocht daar in deze dikke chaos. En een tentje gereserveerd. 2 tentjes. We gaan toch voor het tentje, niet voor de hangmat. Ja. We hadden gehoord dat het modderig was. We zijn net 2 minuten begonnen. Er is inderdaad veel water, veel modder. Tarzan. Wee. Ga in die scheur, Mitch. Daar is de zee. Daar wacht de beloning. Dit is dus even de achtergrond van alle mooie foto's. We zijn niet alleen. Maar we hebben wel de zee bereikt. Dat is het eerste mooie uitzichtpunt. Even ijsje stop. Oh, Mitch heeft hem natuurlijk al op. Vies peuk. Wie is er weer buiten het hekje gegaan? Mitchell. Sorry mama, dit deed hij uit zichzelf voordat ik het door had. Super dicht bij zee, want de zee is hier achter, zou ik niet zeggen. En dan lopen we in een soort van mangrove. We zijn hier op krabbenjacht. Een hele grote krabben gezien. Echt, zo'n grote krabben hebben we de hele. En die zitten dus in van dit soort holletjes. En daar hebben we Francisca Vronk. Mitchell en Maaike zien voor het eerst mieren. Nee, het is oprecht echt heel interessant wat wij kan zien. Ja, daar zit iets anders mee. Oh ja. Zo, die we waren van tevoren gewaarschuwd dat het super modderig zou zijn. Dat je heel veel door water moest lopen. Dus Matt heeft zijn tevaatjes aan. Ik heb gewoon wandelschoenen aan. Maar nu is hier toch echt wel de eerste rivier. Dus. Oh, je kan gewoon op die boomschonkjes. Nou, maar het gaat als eerst. Oh, dat is prima te doen. Nou, riviertje nummer 2. Het is best wel gevaarlijk, want we lopen onder al deze palmbomen door. Maar er zitten heel veel kokosnoten in.
En daar vallen er ook nogal veel. In ieder geval aan de grond te zien. Dus iedereen loopt met zijn handen over zijn hoofd. We zijn aangekomen op bestemming. Mitch heeft daar een tentje. En wij hebben hier een tent. Gezellig bij elkaar. En daar is lekker de zee, dus daar gaan we zo chillaxen. Ik zal even een kleine roomtour geven. Hier is onze deur. Hier is ons bed. Daar is ons raam. Hier is ons andere raam. Hier is het broertje. En hier is het reisneusje. En hier is onze tuin. We liggen lekker te chillen op het strand. En hier komt de beer delivery. En cola delivery. Kom je wel binnen? Chill. Er is weer een kokosnoot uit de boom gevallen die Mitch en Matt nu open willen maken. Ja. Eindelijk, eindelijk twee druppels. Dat was een andere tactiek. Oh ja, kijk, nu zie je hem open. Oh, een beetje heb hard voor gewerkt. Oh, het gaat allemaal erlangs, het gaat allemaal erlangs, met. Wat wel lekker. Wij slapen daar ergens, in tentjes dus. Nou, hier heb je stranden. En hier heb je nog een soort van huisje wat meer op het water zit. Met hangmatten. Waar je ook kan slapen. Dat hebben wij niet gedaan, want we hoorden dat het 's nachts super koud is om hier te slapen. Dus we dachten lekker in een tentje. Maar ik dacht, laten we even zien. Gezellig. Zo, we hebben even gedoucht. Er waren zelfs douches tegen alle verwachtingen in. Nu zijn de krekels begonnen. En nu gaan we een mooie zonsondergang kijken. We liggen hier met z'n vijven in het zand. De zon is net ondergegaan. We liggen te kijken naar de sterren. Ja, dat kun je natuurlijk helemaal niet zien nu. Het is zo mooi. Hele mooie sterrenhemel. En dan het silhouet van de palmbomen. En de zee die je zo hoort. Echt. Af en toe vleermuisje, af en toe vuurvliegjes. Af en toe vallende ster. Vallende ster volgens Maaike. Echt heel hard genieten dit. Het is 7:45. We hebben vanmorgen zonsopgang gekeken. Daarna zijn we weer naar bed gegaan. Mitch, hoe heb je geslapen? Ja, best wel prima. Alleen het gras was heel dun, hoor. Ik heb tegen de grond aankwamp eigenlijk. Dus het deed het pijn. Oh. Maar, ik heb wel lekker geslapen. Ons matras was wel chill. Dat was prima. En ik voel het echt best wel koud vannacht. Ja, hè? Dat is wel een beetje
Ja. Nou, nu gaan we even een ochtendduikje doen. Kijken of we een bijtje kunnen scoren en dan teruglopen. Die twee meiden die zijn al terug naar de bewoonde wereld. Dus we zijn er met z'n drieën vandaag. Even twee uurtjes chillen hier voordat we weer terug gaan wandelen. En nu is het nog lekker rustig. Maar straks komen alle dagjes mensen en dan vinden wij het wel weer tijd om door te gaan. Het is 10 uur en we gaan weer beginnen aan de hike terug. Dus, doei tent! Doei met je als een kleine tentje. En we zien jullie weer als we weer in de bewoonde wereld zijn, denk ik. Misschien dat ik nog tussendoor wat films als er wat leuks gebeurt. Maar in principe loop je dezelfde weg terug als dat je heen bent gekomen. Dus we gaan niet heel veel meer zien dan dat we eerst zagen. We zitten in de bus naar Palomino. Even zwaaien. Dit is alweer het einde van de vlog van Minka en Tarona. Nou ja, zoals jullie hebben gezien hebben we echt een super leuke tijd gehad. Minka, ze wilden we eigenlijk eerst overslaan. Ik ben blij dat we dat niet gedaan hebben. Minka is gewoon super chill. Hele mooie natuur daar. En we hadden echt mazzel met waar we sliepen. Dat is echt een dikke aanrader. En Tarona was ook echt boven verwachting leuk. Ik had eigenlijk niet heel veel verwachting van Tarona. Ik dacht dat het super erg toeristisch was. Was het ook wel. Maar dat maakte niet zoveel uit. Want het was gewoon echt heel mooi. Als je erheen gaat, ga er zeker slapen. Hele leuke ervaring. En het was natuurlijk super gezellig met Maaike en Melina en mijn broertje natuurlijk. Hopelijk vonden jullie deze vlog ook leuk. Laat een duimpje achter en laat even weten wat je ervan vond. Tot in Palomino! Hoog. En belletje voor belletje.